allemaal, ik ben Gio en mijn favoriete boek is Engelenmaker van Stefan Breis. Het is een boek over een wetenschapper die zijn kinderen probeert te redden van een ziekte. Maar er zit nog wel een twist aan verder in het verhaal. Het is een van mijn favoriete boeken, want het leest hartstikke makkelijk. Het is gebaseerd op echte wetenschap, dingen die je het echt ook kunnen. Daardoor komt het ook heel plausibel over. Maar er zit toch wel een hele grote twist in het verhaal, waardoor het toch echt wel een science fiction boek wordt. Het verhaal is heel goed opgebouwd, je hebt meerdere tijdlijnen die door elkaar lopen. Dat is soms een beetje een mindfuck, maar als je bij het einde van het boek komt, lukt alles heel goed samen en is het een heel duidelijk verhaal waar ik zelf heel erg van genoten heb. Verder zijn de andere werken van Stefan Breis ook heel goed te lezen. Je leest overal vrij snel doorheen. En het is zeker weten een aanrader om voor iedereen te lezen en op je boekenlijst te zetten.